hoogtevrees, dat is dus precies waar we haar vandaag mee gaan helpen. Yes, goed zo! Denken jullie aan mijn leeftijd? Ik ben 70 jaar oud. 70, dat zou je niet zeggen. Je bent gek, man. Nee, je kan het wel. Op dit moment is zo fucking eng. Yo! Welkom bij een nieuwe aflevering van Coach TV Coolbox. Ik ben Tim. En ik ben Niek. En normaal gesproken zijn we altijd heel vroeg uit te veren om mensen uit hun bed te trekken en te verrassen. Maar nu is het mooi in de middag voor een keer. We staan hier op een hele exotische plek, een tankstation, langs de snelweg. En dat is niet zomaar nee, want we gaan natuurlijk weer iemand verrassen vandaag. En vandaag is dat Lion. Lion is 16 jaar, ze houdt ervan om films te kijken, luistert graag naar Nederlandse rappers. Ze heeft een hond en doet ook aan skaten. Maar waar ze last van heeft, is hoogtevrees. Ja, en dat hoogtevrees, dat is dus precies waar we haar vandaag mee gaan helpen. Ja, mee gaan helpen. Normaal verrassen we iemand, hè? Is dat hartstikke leuk. Nu moet nog maar gaan blijken of Lion het leuk vindt. Ze is hier naartoe gelokt door de ouders. Ze staat hier ergens geparkeerd en dan moet maar blijken of ze met ons mee wil. We gaan het proberen over te halen, hè? Lukt dat toch? Tin, 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 tin. Ze zit daar nu met de ouders, krijgen we net te horen. En ze zag ons al met de camera. Ze heeft nog geen flauw idee dat het voor haar is. Ja, om haar toch maar een beetje te verrassen, gaan we maar doen alsof we een lift naar Lion zoeken. Super goed idee. Leuke woordgrap. Een hele goede middag. Zullen we deze mensen even vragen? Wij zijn ergens mee bezig. We moeten liften zo ver mogelijk. Vroeg ons af waar jullie naartoe gaan. Amsterdam. Want wij willen eigenlijk naar Lion. Nogal ver. Dan moeten we hier zijn. Waarom? Hoezo? Ga jij naar Lion? Ik ben Lion. Jij bent Lion? Ja. Oh, maar dan hebben we Lion? Naar Lion. Als we Lion hier hebben. Yeah! Ik ben Tim. Ik ben Niek van Coach TV Coolbox. Had je al wat door? Nee. Helemaal niet. Zag je ons al een beetje staan met de camera? Ja, je zag wel. Al wat, ja, hè? Dat wel. Nou, we zijn hier helemaal speciaal voor jou. Wat wij doen, wij verrassen mensen. Vandaag verrassen we jou. Vandaag hebben we ook iets heel spannends. De vraag is, ben jij een daredevil en durf jij met ons mee? Ja, ja. Nice. Hartstikke goed. Gaan we een leuke dag hebben. Dan gaan wij een hele mooie dag tegemoet. Nou, ze is volgende week weer terug. Let's go. Zo, Lion. Kan jij een beetje om je heen kijken? Waar zijn wij op dit moment? We zijn bij een zwembad. Wat is er zoal te vinden in een zwembad? Water. Wat nog meer? Want je hebt geen watervrees volgens mij, hè? Oh my god. Duikplanken. 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 Waarom zeg jij oh my god? Ik heb last van hoogtevrees. Heel erg? Ja. Wees niet bang. Ik heb ook hoogtevrees. Okay. En nou, deze jongen al helemaal. Ik helemaal niet. Dit is toch geen vakantie, gast? Oh my god, dit is toch best wel gruwelijk, ouwe. Maar wij willen jou vandaag onder speciale begeleiding kijken of we jou kunnen afhelpen van je hoogtevrees. Hoe vind je dat? Ja, cool. Zullen we binnen gaan kijken? Even kijken hoe hoog die duikplank is. Wat hoop je? 1 meter. 1 meter. Okay. Dit wordt een topdag. Oh. Ik word hier wel een beetje zenuwachtig van, jongens. Hi. Hallo. Goeiedag, ik ben Niek. Hey Bavi, jij kent dit terrein, hè? Ja. Ik ben trainer van ZPC Amersfoort. Ik ben zelf ook kampioen. Hoe hoog is dit allemaal? Nou, beginnen we van 3 meter, 5 meter, 7,5 en 10 meter. En Bavi, het is namelijk zo, we zijn hier voor Lion. En Lion heeft nogal hoogtevrees. Dus daarom willen we eigenlijk kijken op de verschillende gradaties hoe het met haar hoogtevrees gesteld is. Okay. En is het daarbij mogelijk dat jij ons een beetje begeleidt? Ja, zeker. Ja. Zeker. Bavi die heeft haar even apart genomen voor wat persoonlijke begeleiding. Die psychologische... Noem je dat, Nick? Help me even. Ondersteuning? Precies. Maar hoe is het eigenlijk met jou van die 10 meter plank dan? Ja, ik weet het niet. Stap voor stap, hoe is het met jou dan? Ik heb best wel vertrouwen in. Ik denk dat ik ook wat persoonlijke begeleiding aan Bavi vraag zo meteen. Laten we schoon gaan springen dan. Wij gaan beginnen met rechte staande sprong. Ik wil eigenlijk een mooi potlood zien. Kom maar. Oké, jullie mogen. Het is wel ingewikkeld allemaal hoor. Je moet helemaal nadenken met allemaal. Ja. Nou, je doet het beter dan. Jij gaat eerst. Ik ga eerst. Oké. Okay. Ja. Ah, deze kun je wel hebben. Wij gaan. Mooi. Ik kan het niet op. Het is echt hoog hoor, als je daar. Als je hoogtevrees hebt, zijn dit soort dingen echt verschrikkelijk. Explosie, 90 kilo, pas. Nee, kom op. Yes, goed zo, hey! Ik vind het veel enger met
met jou. Ik tel tot drie, dan ga je erin. Drie. Beeld, maar Tim die kreeg net het water in zijn neus en je hoort hem gewoon in zijn landing al zo. Ja, jongen. Leon, hoe is dit gegaan tot nu toe? Oh, redelijk. Redelijk. Ik vond het wel heel knap dat je van die derde naar die 3 meter bent gegaan. Dat vond ik ook wel. Ja, hè? Het verbaast me, ze kan heel goed springen, maar angst zit erin. Ik snap het niet. Zij is zo goed. Bavi, we zijn hier natuurlijk bij schoonspringen, maar we hebben nog niks gezien. Ik weet niet of jij ons wat kan laten zien. Moet ik van 7 meter springen, 7,5? Vraag. Denken jullie aan mijn leeftijd? Ik ben 70 jaar oud. 70, dat zou je niet zeggen. Nee, dat zou je niet zeggen. Maar laat maar zien. Ik doe mijn best. En doe je voorzichtig, Bavi. Dat Nick nu wel eens geweest, dat denk ik niet. Je bent te gek, joh. Nee, je kan het wel. Je kan het wel. 2, 3. Ja. Ja. Kom maar, kom maar. Kom maar. Lekker pik. Zo, ik sta nog te trillen op mijn benen van die 7,5. Hey, Bavi, hoe heeft Leon het gedaan? Ja, super gedaan. Echt goed. Echt goed. Ze kan ook van de 5 meter. Maar daar komt er hoogtevrees natuurlijk. Ja, maar ze heeft meer training nodig. Ja. We zijn er in ieder geval achter. We gaan verder vandaag. Tim, wat gaan we doen? We gaan naar een volgende locatie. Blijf nog even geheim, hè? Zeker. Blijf kijken. Tot zo. Zo, Leon, wat vond je ervan? Spannend, maar wel leuk. Wat gaat er dan door je heen als jij op die 5 meter plank staat? Doodsangst. Ja, echt serieus. We gingen gewoon te trillen aan een rietje. We gaan ze nu zo meteen dus nog iets doen om jou er hopelijk een klein beetje vanaf te helpen. En wat het is, ja, dat gaan we nog niet helemaal zeggen. Dat gaan we nog iets dieper op in. Maar we gaan niet van een duikplank afspringen. En zulke gekke dingen gaan we natuurlijk niet meer doen. Dit was even een test. Alleen, we gaan. Ja, we zijn aangekomen bij de laatste locatie waar het nu toch echt moet gaan gebeuren. Dus ja, je hebt natuurlijk nog steeds hoogtevrees, maar hier gaan we er echt vanaf helpen, toch Nick? Zeker, maar ja, weet je, heb je al een beetje om je heen gekeken waar we beland zijn? Nou, ik zie een grote gaan. Ja, maar voordat we dat gaan doen, gaan we hier dus echt proberen om je van je hoogtevrees af te helpen. Nou ja, Tim en ik, die kunnen dat natuurlijk niet. Maar wie kan dat wel, Tim? Robin. Want Robin, die is een echte coach op het gebied van mensen over hun angsten heen helpen. Robin, die wacht op ons in de kantine. Volgens mij heeft hij een mooi prijsje voorbereid om jou dat bakje in te krijgen. Gaat het lukken, denk je? Ja, ik hoop het. Het zou wel leuk zijn. Ja, dan moet hij het uitzoeken. Dan moet hij hard zijn best doen, maar we gaan erachter komen. Kom op naar Robin. Kijk, daar zit hij al. Ja hoor, daar hebben we hem. Ja, ja. Kijk eens aan, dit is Robin. Leon. We hebben Leon hier en Leon heeft heel erg last van hoogtevrees. Volgens mij kan jij ons helpen. Dat denk ik ook wel. Hoogtevrees is iets wat gebeurt in je hoofd. Je bent meer bang voor je gedachten. Wat ik kan doen is Leon daar bewust van maken. Nou gaan we natuurlijk Leon zo meteen een beetje challengen in haar hoogtevrees. Denk je dat zij zo meteen gewoon zonder zorgen mee de hoogte ingaat? Kans is groot. Wat we gewoon even gaan doen is zo meteen even kennis maken. En even goed ontdekken hoe het in je hoofd precies werkt, die hoogtevrees. En dan kan je ook ontdekken hoe je daar invloed op kan uitoefenen. Het leukste is denk ik dat wij gewoon even lekker met z'n tweeën aan de slag gaan. Gaan wij even lekker in een zonnetje zitten, denk ik. Oké. Okay. Leon is met Robin de sessie aan het doen. Maar we hopen dus zo meteen dat ze helemaal ready uit die ruimte komt. Voor ons tijd om even te gaan kijken naar het bakje waar we zo meteen in gaan zitten. Prima bakkie. Prima bakkie. Dit is een topbakkie dit. Helemaal super bakkie. Gast, deze ketting is ook verroest, man. Kom eens kijken. Ik zie dit trouwens niet hoor. Ik ga er niet in. Deze bouten. Bout. Ik weet niet wanneer deze bouten voor het laatst gecontroleerd. Oh gast, je kan dit gewoon uitdraaien. Hij draait gewoon die boterham. Wat betreft dit bakkie, volgens mij ziet het wel solide uit. Iets wat roestig. Ik denk dat wij er ook in gaan zitten. Maar laten we eerst Leon gaan ophalen. Want dan kunnen we even kijken hoe zij er aan toe is en of ze dit überhaupt durft. Nou, kijk eens wie we daar hebben. Zo. Daar zijn ze. Helemaal rustiek en rustig geworden. Je ziet er wel een stuk minder gespannen uit. Wat is er gebeurd daarbinnen? Zo'n goed gesprek gehad. En ben je nu een beetje zelfverzekerd, Leon? Ja. Je hebt wel het idee dat je in dit bakkie gewoon even naar boven gaat. Ja. Nou, ja. Dit is echt absurd. Wat een gruwelijk. Ik wil eigenlijk ook wel nog even een spoedcursus. Want ik hoorde dat wij als eerste moeten nu. Ja. Wij gaan eerst even kijken hoe het daarboven is. Of het veilig is. Zodat jullie even van beneden kunnen kijken van, nou ja, het ziet er allemaal goed uit, er is niks aan de hand. Vervolgens komen wij naar beneden en dan... Staan jou de beurt. Lekker. Oké, Tim, ja. Ready? Overleven in het bakkie. Kom op. Even dat klokkenspel verder in, hijs.
Maar dat is dus voor als je er zelf uit zou vallen. Maar wat nou als het bakje eraf valt? Dan ga je mee. Oké, dan ga je mee. Dat is onmogelijk, toch? Dat is onmogelijk. Dat is allemaal gekeurd. Precies, ja. Ik vind dat dan toch een beetje spannend, moet ik zeggen hoor. Als er eentje afknapt, dan hangt hij nog aan drie. En als daar eentje van afknapt, hangt hij nog aan één. Ik vertrouw het wel. En anders, ja, YOLO. Wat? YOLO. Wat? YOLO. 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 Oké, daar gaan we. Even, dit doen we zo meteen. Wat is dit? Tim, dit is zo fucking eng, gast. We zijn een bang. Zo, je zou maar klussen op zo'n hoofd, gek. Oh mijn god, gast. Zo, dit gaat veel te snel dit om gaat... het eng te vinden of zo. Oh, dit gaat wel helemaal door mijn hoofd. Hij zou maar knappen. Nee, niet doen. Niet doen. Dit is het laatste wat je moet doen. Okay. Gewoon om vooruit kijken. Hoeveel meter zitten we, denk je? Zo, weet ik niet. Hoog. We zijn er wel bijna. Dit is echt zo hoog. Het is heel hoog. Van voor naar achter. Nee. Niet doen. We gaan weer naar beneden. We zijn er alweer bijna. Ja, dat betekent dat Lyon, dat het bijna tijd is voor Lyon. Als zij dit doet, echt jongens, dan dat is een prestatie. Dat durf ik wel te zeggen. Zo, wat een prachtig uitzicht. Ik zou zeggen, geniet ervan vooral. Het is heel mooi. Je ziet de hele stad. Ja, het is echt prachtig. Genieten. Ja. Heb je er zin in? Durf je het aan? Ja? Oké, okay, hartstikke lekker. Goed. Dan gaan we nu, nice. Gaan we nu dit dingetje even uitdoen en dan is het jouw beurt. Ja. Leon, ja. Zet hem op. Geniet ervan. Gaat het goed? Ja. Kijk. Zo, vet hè? Dat is echt wel heel mooi. Hey, lekker voor je dit zeg. Ja. Dat het gewoon lekker voelt, toch? Ja. Nou, ik vind het minder eng dan de duikvlak. Ja, echt? Ja. Kijk eens aan. Dat doe je goed. Ja. Ja. Zo hé. Zo, goeie zit dit. Echt heel tof. Lekker. Kan je, hè? Dit is niet normaal, hè? Wat goed, zeg. Goed gedaan, jij ook. Heel goed gedaan. Goed van je. Thanks, jongens. Hoe was het? Echt heel gaaf. Ja? Ja. Vond je het eng? Hoe ging het? Ik vond het niet eng. Nee? Vond je het gewoon niet eng? Nee, eigenlijk niet. Helemaal niet? Nee. In het begin ook niet, want wij vonden het best wel een beetje eng, maar we dachten dat zeggen we niet, want dan vindt zij het misschien nog enger. Ik vond het eigenlijk wel heel relaxed. Ja, echt waar? Ja. Wat heeft hij met je gedaan, joh? Wat is dat voor cursus? Wat is het voor medicijn, ja. Goed dat het werkt, toch? Ja. Zo, wat een dag of niet? Wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk. Ja, want je zou natuurlijk eigenlijk lekker shoppen naar de film in Amsterdam en dan zit je ineens in een, nou, 50 meter was het. Had je niet verwacht toen je vanochtend wakker werd. Nee. Nou. Hey, en denk je dat jouw hoogtevrees nu ook, al is het er maar een klein beetje, minder is geworden vandaag? Ja? Nou, ja, volgens mij wel compleet. Nou, dan denk ik missie geslaagd, toch? Absoluut. Nou ja, Tim, heb jij een beetje een topdag gehad, niet? Ik heb het superleuk gehad, maar ik moest zeggen dat ik de dingen enger vond dan ik dacht. Volgens mij heb jij al een grotere held gedragen in dit bakje dan ik. Nou ja, ik vond het ook een hele toffe dag. En mochten jullie als kijker dat nou ook vinden, laat het dan even weten door de video even te liken en misschien wel een commentje achter te laten in de reacties hier ergens onder. Echt wat leuks tegen Nick. Ja, vind ik leuk. Zet je notificaties ook aan, want dan weet je zeker dat je niks meer mist. Heb jij nou ook een droom of een wens? Je altijd al wat leuks willen doen? Of moet je misschien van een angst afkomen? Nou, laat dat dan ook aan ons weten, want wie weet verrassen we jou dan volgende keer. Croak TV to the rescue. Dit was hem. Later! Yeah.